Goedemorgen. Het is zaterdag. Ik heb geen flauw idee hoe laat. We zijn wakker. Nou ja, nog steeds wakker. Degene die me op social media volgen, die weten dat ik nu al 7 nachten niet geslapen heb. En al 7 nachten kruipende ben. Maar we gaan er weer wat van maken vandaag. Ja, proberen dan. Dus medicijntje nemen, dingetjes doen en dan praat ik jullie eventjes bij. Lekker koffie. Zo, we hebben de boodschap in de pocket. Vraag fucking niet hoe. Maar nou, als de wieden weer naar huis, medicijnen innemen en dan even mijn dingetjes doen. En daarna moet ik naar het kruidvat, want ik moet echt iets voor mijn haar hebben. Even een fucking kleur shampoo of zo. Nou ja. Zo, in mijn gezicht. In your face, manie. Ik ren de machine onder de kutkar. Meer kleer. Doei. Ja. En we gaan even naar het kruidvat. En even lunch halen. Zie. Zie. Ik ben naar huis en dan ga ik niet meer weg. Ik ga mijn ballen gehakt maken. En weer thuis, we hebben lunch gehaald. Een lunchvlogje. Kibbeling. En ik ga het even met mijn eigen lunch maken. En we gaan lunchen met pepermakreel, gerookte haring, zalm, garnaaltjes, avocado. Ik hoop dat ik me wat beter ga voelen. Zo, even tijd om de afgelopen week door te nemen. Ja, hoe was die? Doodvermoeiend. Echt doodvermoeiend. Ik slaap afgelopen week heb ik elke dag zeg maar een uurtje geslapen en daarna niet meer. Dus ze zeggen 7 uur slaap over 7 dagen. Dus ik ben een beetje moe. Echt moe. Ja. Echt rete veel pijn gehad. Zoveel pijnstillers en zoveel cocktails gehad en ja, het mag allemaal niet baten. Ja, van een half uurtje, 3 kwartier en dan begint de shit ellende weer. Maar ja, goed, volgende week weer bloed prikken en dan gaan we weer kijken wat er aan de hand is. Dus ja, ik ben dan ook een beetje slow met praten misschien, maar dat komt door de medicijnen. Echt een junk. Maar goed. Als je slaapt. En morgen gaan we eindelijk doen waar ik al zo lang om gil. Ik denk een jaar of 3. We gaan naar Amsterdam. Ja, ik zou eigenlijk met Ras alleen gaan morgen. Maar de andere twee willen ook wel heel graag mee. Dus we maken er lekker een gezinsdagje van. Ik ga niet naar Hot en Her lopen of wat dan ook. Ik wil even naar het Vondelpark en zo. En het wordt morgen toch goed weer. Ja, morgen is zondag voor jullie. Zondag is het. Ja. Dus ik heb er zin in. Ik hoop alleen dat ik me wat beter voel. Dus ik ga vanavond vroeg douchen. En dan lekker op bed liggen. En dan. Ja. In ieder geval hartstikke weer. Maar goed. Dat gaan we dus morgen doen. Dus ik heb er zin in. Ik ga nu even liggen. Het eten staat al klaar. Eten broodje bal. Dus ik hoef alleen maar even de ballen te bakken. Die heb ik al staan draaien net. Jezus. Hoe was jullie week? Ja. Oh ja, wel positief nieuws. Ras is aangenomen op de school. De middelbare school, een brief van gehad. Super spannend nu.
Ja. Maar goed, ik ga het even liggen. En we eten een broodje bal. Zo, iedereen geniet van het lekkere weer, ligt buiten de bank. Voor Pampers. Dekentje. Nou, net gegeten. Daar spijt van. Maar... That's life. Toch, Bas? Wat? Lekker gegeten? Ja. Ja? Gaan we morgen doen dan? Naar Amsterdam. Amsterdam. Naar Lieke. Lieke. Lieke is geen van ons. Dus. Ik ga zo mijn pijnstillers weer innemen. En daar word ik heel slaperig van. Dus ik weet niet of ik verder nog aan de vlog kom. Nou, ik moet wel, want ik moet douchen. Zit je te doen? Niks. Dus. Ja. Zo, het is 6:30. En ik zat net gewoon slapen mijn koffie. Te drinken. Kun je dat? Nee, ik ook niet. Ik ga proberen te douchen. En slapen. Hoop ik. Mag wel een keer naar 7 nachten, vind je? Morgen staat Amsterdam op de planning en dan kunnen ze hem echt niet afnemen. Zo, doele tong. Ja, dan konden de medicijnen. Sorry. Dus. Kut vloggie. Dit is de keerzijde van een fucked up lichaam hebben. Goed. Ik hoop morgen een leukere vlog voor jullie te hebben. Dus bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog als je het leuk vond. Nou ja, dat is geen moer aan. Dus hoef je eigenlijk helemaal geen duimpje voor te doen. En ik zie jullie morgen. Doei.